Hey Steenbok, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is de algemene video voor de maand november. Ik ga niet specifiek leggen op liefde, carrière, dergelijke. We gaan gewoon eens kijken wat eruit mag komen. Voor de geschreven lezing van de maand november kun je kijken op de Facebookpagina. Even scrollen over de pagina, dan kom je hem vanzelf tegen. Mocht het zijn dat deze reading niet met jou resoneert, ben ik beschikbaar voor persoonlijke readingen. Check daarvoor hieronder in de beschrijving voor mijn e-mail of de mogelijkheden. Uiteraard mag je me altijd een berichtje sturen. Op de Facebookpagina en inmiddels ook op het YouTube kanaal vind je iedere dag dagkaartjes. En voor nu gaan we denk ik maar gewoon lekker beginnen. Voor de steenbok in de maand november. Steenbok. Ik ga eerst alle kaarten nemen en daarna gaan we ze verklaren. Steenbok in de maand november. Acht van emotie. Sta open voor succes. Aas van actie. En negen van actie. Oké, laten we beginnen. Acht van emotie. Je voelt een diep verlangen naar iets van betekenis in je leven. In je hart weet je wel dat er meer is in de wereld. Het kan tijd zijn om van loopbaan te veranderen, te verhuizen of een andere grote verandering in gang te zetten. Doe wat juist is voor jou en ga op zoek naar je nieuwe leven. De kaart die daar overheen komt is: ik ontmoet allemaal vrolijke mensen. In deze heb ik het idee dat je wordt tegengehouden door liefde, door een persoon die met jou wil samenwerken. Of dat liefde is, ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Ja, je hebt een verlangen naar iets anders met de sterker die eruit komt. Waar ik hem op openbrak. Ai! Je rent weg van iets, steenbok. Je rent weg van iets. Spirit, vertel mij. Kluisenaar op z'n kop, maagd. Vertel mij over de acht van emotie van de steenbok. Vertel mij over deze situatie. Ik ga vier verschillende situaties leggen. Vertel mij over de acht van emotie. 10 van zwaarden. Iets. Je moet iets loslaten. Je moet weg van iets. En ik heb juist het idee dat jou dit ook tegelijkertijd neerhaalt. Dit is een einde, maar ook een nieuw begin. Hoe je het went of keert, de zon komt uiteindelijk altijd op. Na een donkere nacht. En voor mijn gevoel is dit, maakt jou eigenlijk heel verdrietig. Dit is een enorm verlangen wat je hebt naar misschien wel de buitenwereld. Of misschien heb je wel de behoefte om hele nieuwe mensen te ontmoeten. Of misschien is er wel een persoon waar je enorm naar verlangt. Die jou heel vrolijk maakt. Kunnen we verder kijken in deze situatie? Je kan hier niet over uit. Beide komen ze eruit. Want er is geen geven en nemen meer met een persoon. Met een wijs persoon. En je wilt terugkeren naar deze persoon.
Je wil te veel. Je wil. Waar is mijn eerlijk geven en nemen? Spirit, vertel mij over de kluizenaar alsjeblieft. De kluizenaar. En de combinatie van de ridder van zwaarden. Vertel mij over de kluizenaar en de ridder van zwaarden. Waar heeft dit mee te maken? Waar heeft dit mee te maken? Aas van staven op de kop. In deze situatie heb ik het gevoel dat jij terugkijkt. Je kan jezelf niet uiten. Nu op dit moment kun jij jezelf niet uiten. En het voelt eigenlijk meer alsof je hebt de behoefte om naar buiten te gaan, naar buiten te treden, jezelf te kunnen zijn. Misschien heb je juist de behoefte om bijvoorbeeld uit te gaan of te vieren en leuke dingen te doen, maar word je nu heel erg gedempt. Je mag niet, want je kan je passie niet uiten. Je komt niet vooruit. Je bent opgesloten in dat wat je allemaal graag wilt. En ergens heb ik het idee dat jij dit zelf allemaal gecreëerd hebt. Want hoe je het bent of keert, wat je erin stopt, is dat wat je er ook weer uitkrijgt. Dus je hebt dit zelf gecreëerd. Je hebt zelf deze blokkade gecreëerd. Je bent zelf ergens mee ingegaan. En nu maak je je zorgen, moet je iets gaan loslaten wat je eigenlijk niet wil loslaten. Dus er moet een keuze komen. Of je kiest ervoor om daar netjes te blijven waar je behoort, hè, waarvoor je gekozen hebt, waardoor je nu misschien achteraf spijt hebt van oh shit, had ik het maar niet gedaan. Oh shit, nu kan ik niet meer uitgaan. Oh shit, nu kan ik niet meer genieten en leuke mensen ontmoeten. Oh shit, nu heb ik mezelf eigenlijk vastgezet in iets waar ik eigenlijk helemaal niet in wil zijn. Of je gaat het accepteren, of je gaat het taboe doorbreken en je gaat ervoor zorgen dat je inderdaad de keuze maakt om die mensen allemaal weer te gaan ontmoeten, om weer uit te kunnen gaan, om weer jezelf te kunnen ontwikkelen, om weer... Het is het een of het ander en dat diepe verlangen dat je dit allemaal graag wilt, dat is er niet voor niks. Wees je er bewust van waarom je dit verlangen hebt. Is dit een vlucht naar? Ben je aan het vluchten voor iets wat je helemaal niet wilt? Of, hè, is dat iets, of is dat juist iets waar jij heel erg van gaat groeien en van gaat bloeien, omdat je daarin jezelf kan zijn? Dat is voor jou de keuze die jij nu moet gaan maken. Zodat je iets kan gaan loslaten en zodat je verder kan gaan. Zodat de aas van zwaarden rechtop komt. Zodat je de positiviteit in deze situatie kan gaan stoppen en dat je kan gaan doen. Dat je uit je comfortzone kan gaan, zodat je weer terug kan naar dat wat jou echt gelukkig maakt. Waar jij je passie voor hebt. Je mist iets. Heel erg. Goed, volgende situatie. Sta open voor succes. Kijk eens naar alle prachtige dingen die je kunt doen wanneer je luistert naar jouw goddelijke leiding. Je hebt balans gevonden tussen zoveel verschillende prioriteiten en bent als overwinnaar uit de bus gekomen. Er zal veel erkenning en lof jouw kant op komen, maar word hier niet verlegen van. Sta anderen toe je te overladen met de dankbaarheid die je verdient. Ik ben sterk is de kaart die er overheen komt. Spirit, vertel mij wat ik hierover mag vertellen. Ik heb het idee dat je bang bent voor erkenning. Misschien ben je... Oeh, aas van staven. Ja, bang voor erkenning. Bang voor jouw harde werk. Voor de erkenning van jouw harde werk. De acht van munten vertelt me dat je ergens keihard voor gewerkt hebt.
En dat je bepaalde dingen hebt gelaten en bepaalde dingen hebt gedaan. Om vooruit te komen. Maar dit is niet iets wat jou... Wat je wilde. Dit is niet iets wat jij graag hebt willen doen. Met de aas van staven op de kop. Je kijkt er ook naar van ja, ik heb alles op alles gezet ervoor. Maar dat is niet wat ik wilde. Ik heb eigenlijk al mijn geld en al mijn geld en al mijn energie in iets gestopt. Wat ik helemaal niet wil. Waar mijn passie helemaal niet ligt. Ik heb alles op alles gezet voor dat wat mij eigenlijk misschien helemaal niet gelukkig maakt. En ja, ik ben sterk. Ja, ik ben heel sterk op dat gebied. Vertel mij meer. Oké. Het Rad van Fortuin komt eruit. Dus nu ga jij lof krijgen voor dat wat jij hierin gestopt hebt. Het Rad van Fortuin zegt, oké. Je hebt laten zien dat je dat toch kan. Dus nu komt voor jou je succes daaruit. En als jij geniet van het succes wat je gecreëerd hebt. Zie je het eigenlijk een beetje hetzelfde als een taart bakken. Misschien hou jij helemaal niet van appeltaart. Hè? Maar heb je de beste appels gezocht. Heb je het beste deeg gekneed? Heb je de lekkerste taart gemaakt? Heb je de beste ingrediënten gezocht om die taart zo perfect mogelijk te maken? Maar hoe kan je? Je durft niet, je wil niet, want je houdt niet van appeltaart. Dus ja, je hebt de meest perfecte taart ever gebakken, maar je houdt helemaal niet van appeltaart. Dus wat heb je het gedaan? Je hebt het voor de mensen gedaan die wel voor de appeltaart houden. En die mensen genieten ervan en gaan jou overladen met het feit dat jij de beste appeltaart ever hebt gebakken. Maar je kan er niet van genieten. Want het is niet wat je wilde. Want je had liever een slagroomtaart. Bij wijze van. Even in kindertaal uitgelegd. En dat zorgt voor illusies. Dat zorgt ervoor dat je jezelf moet aankijken in de spiegel. En tegen jezelf moet gaan zeggen, ik heb mezelf vastgezet in iets waar ik niet gelukkig van word. En nu blijven continu maar iedere keer negatieve gedachten me omzeilen. Blijven continu maar iedere keer... Blijf ik mezelf maar voor de gek houden. Want dat is wat ik doe. Ik hou mezelf enorm voor de gek. Ik creëer dingen... Die er niet zijn. Omdat ik niet naar mezelf durf te luisteren. Omdat ik niet mezelf durf aan te kijken in de spiegel. Ik ben verstrikt in mijn eigen... Ik ga je even deze volgorde laten zien. Je kijkt... Oh, ik hoop dat ik het op deze manier zo vast kan houden. Ik moet het even zo. Ja, dan ben ik die kaarten kwijt. Oké, whatever. Je kijkt naar dat wat je niet fijn vindt met deze 8 munten. Naar daar waar je geen passie voor hebt. Alle positiviteit, alle perfecte energie, alle dingen heb je erin gestopt. Maar wat haal je er uiteindelijk uit? Negatieve energie. Want het is niet wat jij graag wilde. Want je hebt jouw passie niet gevolgd. Je hebt niet gedaan wat jij wilde doen. Je hebt alles op alles gezet. Je hebt alles erin gestopt. Maar uiteindelijk, als het rad gaat draaien, krijg je niet eruit wat je eruit wil halen. Want het brengt negativiteit. Dus je kan niet openstaan voor het succes wat je gecreëerd hebt. Goed, volgende situatie. Aas van actie.
Deze cherubijn kondigt een periode vol prachtige nieuwe kansen aan die te maken hebben met je creativiteit, je werk of het navolgen van je dromen. Dit is een actiekaart. En als je aan het uitstellen was, dan is het nu de tijd om in actie te komen. Het is ook een heel goed moment om een nieuw bedrijf te starten. Vertrouw op jouw kwaliteiten. De kaart die daar overheen komt is: ik verander wat ik anders wil. Wat vallen de kaarten mooi samen, hè? Ik mag anders zijn. Ik ben veilig. En deze laatste kaart is dat wat jij negeert. Jij bent veilig, maar je leeft in angst. Je leeft in dat stukje, ik kan niet mezelf zijn. Want als ik mezelf ga zijn en ik vertel wat ik eigenlijk het liefste graag wil, worden de mensen boos op mij. Raak ik dit misschien kwijt? Ben ik dit misschien kwijt? Maar wat krijg je er dan uiteindelijk allemaal voor terug, Steenbok? Jezelf. En is dat niet veel belangrijker dan de mensen allemaal om je heen? Jij bent veilig. En dit is iets wat je je eigen 100 keer per dag moet gaan zeggen. Ik ben veilig. Ik mag anders zijn. Ik mag doen wat ik wil. Ik mag veranderen. En ik ben niet afhankelijk van andere mensen. Dat ben je namelijk ook niet. Maar dat is wel wat je jezelf... Ik ben verantwoordelijk voor andere mensen. Ik ben verantwoordelijk voor... zijn haar geluk. Want als ik er niet ben, dan hebben zij dat niet. Nee, die mensen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Maar jij houdt jezelf verantwoordelijk daarvoor. Goed. Spirit, vertel mij over de aas van actie. Transformatiekaart onder op het dek. Gaat niet, komt niet door. Komt niet door als jij geen actie onderneemt. De transformatie komt niet door omdat je continu stil blijft staan. Je rent continu maar terug naar dat wat je niet vooruit gaat brengen. Je blijft maar doorgaan. Doorgaan, doorgaan. Die kant terug, 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 weer terug. Stagnatie. Niks, geen vooruitgang. We komen terug. Opnieuw. Iedere keer weer naar het startpunt. Iedere keer weer naar de plek waar ik niet kan groeien. Ik ben namelijk vast. Als dit een liefdessituatie is, zit je vast in een gezin. Zit je vast in vastigheid. Vast in het feit dat je loyaal moet zijn aan mensen uit je gezin. Met de hond hier. De hond vertelt loyaliteit. En dit gezin is gebaseerd op ego. Op aardse zaken. Ja, hier is vrolijkheid, want zo hoort het te zijn. Dit is een egocentrisch iets. Ja, het is financieel welvarend. Ja, het is een aards iets. Maar zie jij liefde hier? Zie jij kelken, emoties? Nee. Die zijn er niet. Vast in iets waar je niet gelukkig bent. Dus vertel mij meer. Ja, wat gaan we doen? Zwaarde 2, munten 6. Verstrikt in het niet kunnen maken van keuzes. Deze kaarten leggen mij ook de dame hier. Deze dames hier. Dit heeft te maken ook met kinderen. Maar ik heb meer ook het idee dat deze dame hier blind is. Of dat jij dit nu bent. Of dat dit nu de persoon is waarmee jij te maken hebt. Dat weet ik niet. Het is de energie die ik lees. Deze persoon doet zichzelf heel
blij voor. Doet net alsof ze heel gelukkig is. Maar deze persoon is compleet verstrikt in haar eigen. Ik ben hier eigenlijk helemaal niet gelukkig. En dat wat ik erin stop, is ook wat ik er weer uit krijg. Misschien denk je er wel aan om iemand een aanbod te doen. De Ridder van Bekers is ik heb het idee dat hier een wil is om iemand te berichten, een wil is om een actie te nemen naar een persoon toe. Vanuit gevoel, vanuit emotie, vanuit. Deze kaarten in deze combinatie vertelt mij ook dat deze persoon rent steeds weg. Jij bent misschien wel degene die steeds wegrent. Of misschien is jouw partner of degene waarmee je samenwerkt wel degene die steeds wegrent. Doet alsof je gelukkig bent, maar eigenlijk ben je dat niet, want je bent verstrikt. God, ik wilde net iets zeggen. Ik lag op het puntje van mijn tong. Omdat je misschien wel een aanbod wil doen. Of de perfecte romanticus bent voor iemand waarmee je eigenlijk nog in verbinding staat. Misschien is er wel een ander persoon. Spirit, vertel mij meer over de Zes van Munten en de Ridder van Beker. Waar gaat dit over? Vertel mij meer over de Munten 6 en de Ridder van Kelka. Waar gaat dit over? Wup. Oeh, ja. De zon op de kop. En de vijf van zwaarden. Ik ben niet gelukkig. En je maakt je eigen zorgen. Dat wat jou eigenlijk wel gelukkig maakt. Dat kwijtraakt. Ik durf geen bericht te sturen. Want wat als die persoon mij afwijst? Ik durf niet mijzelf over te geven aan dat wat ik heel graag wil, omdat ik vastzit. Ik kan hier niet van weg. Ik ben verplicht om vast te blijven zitten. Misschien is dit wel de persoon waarmee jij te maken hebt. Is de persoon waarmee jij te maken hebt wel verplicht om in een situatie te blijven hangen waar hij of zij niet uit kan komen? Just energy. Maar jij dient te veranderen wat jij anders doet. En het is tijd om in actie te komen. 9 van actie. Je hebt hard gewerkt om de zaken in je leven te creëren die je koestert. Zoals geliefde relaties, geweldige prestaties, huis en haard. En je kunt gerust zijn dat al deze schatten en jijzelf voortdurend door je engelen worden beschermd. Daar staat tegenover dat jij moeder natuur, daar staat tegenover dat moeder aarde, de dieren en het milieu jouw bescherming nodig hebben. De kaart die daar overheen valt is de kaart ik leer ook van moeilijke dingen. Soms zijn er moeilijke situaties nodig om je dingen anders te laten zien. Om een andere kijk op iets te krijgen. Spirit, vertel mij over deze kaart. Vertel mij over deze situatie. Waar heeft deze situatie mee te maken? Voor de steenbok.
Again, liefde. Je wederhelft. Liefde, like I said. Aas van bekers komt eruit. Een nieuw begin. Een nieuw aanbod. Een nieuw... Laat mij jouw kelk aan jou geven. Laat mij jouw emoties met jou delen. Het oordeel op de kop. Schildknaap van munten. Van bekers, excuus. Ja, het is iets waar jij heel erg aan denkt. Munten 6. Komt er ook weer uit. Dit is iets waar je continu, dit is iets uit het verleden waar je heel erg mee zit. Dit is iets uit het verleden wat jij niet los kan laten. Waar je geen, het oordeel kan daar niet over vallen omdat je daar energetisch nog mee bezig bent. En misschien zelfs mentaal wel mee bezig bent. Jouw emoties daar nog niet hun plek in hebben kunnen vinden. Je bent veel te druk bezig met dit. Beide in deze kaarten zitten beide het hart wat aangeboden wordt. Hier, onder bij mijn vinger. Is het hart wat opnieuw aangeboden wordt. Je denkt daar ook aan. Je kan daar niet, je kan hier niet mee, je kan niet levelen met jezelf. Want je bent daarmee heel erg in je hoofd. Je kan niet met beide benen op de grond staan. Omdat dit te veel impact heeft op jou. De 9 van actie. 9 van actie. 9 is een... 9 is een... is het de laatste stap naar het einde en het nieuw begin. In mijn beleving is er een situatie waarvan jij hebt moeten leren wat enorm, enorm, enorm moeilijk is. Je staat op het punt om te gaan realiseren waarom je in deze situatie beland bent. Je staat op het punt om... in mijn beleving ook daar verandering in te brengen. En dat hoeft niet per direct. Want alles op zijn tijd, alles in divine timing, alles komt precies zoals het hoort te gaan. Maar met de munten 6 zegt mij dat dit iets is wat terugkomt. Dit komt terug. Of jij gaat een aanbod doen aan iemand. Iemand komt een aanbod doen aan jou, kan ook. Maar ik heb meer het idee dat jij bang bent om actie te nemen, de koning van staven. Je neemt geen actie omdat je bang bent dat op het moment dat je iets gaat vertellen, dat je alles wat je hebt gecreëerd kwijtraakt. Maar de 9 van actie zegt alles wat jij hebt gecreëerd blijft. Want het is al gecreëerd. Misschien dat het even lijkt alsof je het kwijtraakt. Maar het komt daarna ook toch weer terug met de muntjes. Maar goed. Haal eruit wat je er dan kan halen. We gaan verder. Advies van de levensbloem voor de steenbok. Spirit. Advies van de levensbloem. Voor de steenbok. Advies van de levensbloem voor de steenbok. Meditatie van 4. Ga rustig zitten en sluit je ogen. Adem 4 tellen in, 4 tellen uit en pauzeer 4 tellen. Herhaal dit 4 keer en open dan je ogen. Als je dit 4 keer per dag gedurende 4 dagen doet, zul je je lichter gaan voelen. De vibratie van 4 veroorzaakt een gevoel van retreat, orde en balans. Net als bij een vierkant is alles dat erop wordt gebouwd gelijkmatig verdeeld. 4 inspireert je om jouw fundamenten, jouw overtuigingen en jouw angsten te reinigen.
niet door ze weg te gooien, maar door iets nieuws te creëren. Richt je op wat goed voelt, dan zullen alle negatieve vibraties wegvallen door gebrek aan aandacht en jouw hoogste pad zal zich op magische wijze onthullen. Oké dan. Waarom moet ik daar naar teruggetrokken? Overtuiging. Een overtuiging is een gedachte die je zo vaak denkt dat je haar uiteindelijk ziet als waarheid. Het is iets dat je lang hebt uitgevoerd en het voelt altijd als de bekendste weg. Als jouw leven plezierig is, blijf die weg dan volgen. Als jouw leven niet plezierig is, dan is het tijd om jouw gedachten en dus jouw overtuigingen te veranderen. Vandaag kun je misschien tegen jezelf zeggen, ik ben niet beperkt tot mijn gedachten aan het verleden en de toekomst. Ik kies mijn gedachten met zorg en mindfulness. Ik krijg regelmatig nieuwe inzichten en ontdek nieuwe manieren om de wereld te bekijken. Ik ben bereid om te veranderen en om te groeien. Wow. Berichtje van de beschermengelen voor de steenbok. Compassie. Als je meer compassie toont met jezelf, reageert het universum automatisch door je te overladen met meer zegeningen. Alles komt goed. Wij, jouw engelen, zijn aanwezig om je te koesteren, te beschermen en te genezen. Vertrouw op de genezende kracht van liefde. We houden meer van jou dan je ooit zult weten. Aartsengel Uriel. Er is een prachtige spirituele transformatie gaande in zowel jouw leven als in onze wereld. Dit is de vereniging van hemel en aarde, geest en materie. Hart en verstand verenigen zich in een evenwichtig balans. Oké dan, goed steenbok. Dit was de reading. Check ook even de Facebookpagina. En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal. Heel veel succes en hopelijk tot de volgende video.